Alex, waarom heb jij je lepel op je rug? Omdat ik vandaag een supergoed idee heb. Ik ga een gat graven vanaf hier naar China. Ik heb ook een lepel op mijn rug. Ik ga hem eerder graven. Wow. Het is de bedoeling dat ik een gat graaf naar China en niet jij. We kunnen het misschien wel een beetje samen doen, anders. Zullen we het samen doen? Ik ben nu echt keihard aan het graven. Keihard naar beneden. Ik ben ook super hard aan het graven. Sterker nog, deze ik had nooit verwacht dat een lepel zo sterk zou zijn. Maar door steen gaat het wel echt een stuk lastiger, vind je niet? Oh, ik ga weer naar boven toe. Ik moet iets anders hebben dan een lepel. We hebben iets anders nodig, Alex. Ik kom ook echt niet ver meer met deze lepel door al dit steen hier zo. Ik kom ook naar boven, Jessie. Je kunt hier allemaal diamantjes verzamelen. Maar wat je daar nou van krijgt, dat snap ik niet zo goed. Nou, dat kan ik dus wel zien. Je kan hier namelijk dingetjes kopen, zoals starter crates. Maar dat kost een diamant. Mandjes. Ja, maar dit zijn wel dingen die ons kunnen helpen. Zo kunnen we uit de starter crate een nieuwe lepel gaan krijgen. Ik heb een blauwe lepel. Een blauwe lepel? Ik heb een! Wow, wat lepel, een fel licht. Ik heb ook een blauwe lepel! Oh, en nu zweeft die lepel om ons heen. Eigenlijk is een lepel een soort van pet, denk ik. Hé, maar een blauwe lepel is... Oké, dat is wel degene met de meeste kans, zie ik al. Oh, echt? Oh, ja, dat, is ja dat denk ik wel. Maar kan je niet meer lepels kopen? Ik heb nog een blauwe lepel! Ik kan sowieso koffie drinken nu met een lepel. Ik hou niet eens van koffie. Koffie is echt vies. Alex, ik heb geen diamantjes meer, dus ik kan er niet één kopen. Dan moet ik nog meer graven. Maar... Nog meer? Oké, dan denk ik dat we een klein beetje naar beneden kunnen gaan. Ja, ik ga eerst iets kopen, namelijk een starter pack. Wacht eens even, je kan een starter pack kopen. Kost toch niet superveel Robux, Jesse? 29 Robux, maar ik ga het doen, want ik wil gewoon het diepste gat kunnen graven. Oh, ik zie het inderdaad. Oh. Een starter pack is 29 Robux en je krijgt 1000 diamanten. Ik ga meteen weer iets kopen. Wow, wacht op mij, ik wil ook wat. Ik kan hier gras kopen. Ik krijg een common. Oh, dat is geen gras, dat zijn klauwen. Oh, inderdaad. Daarmee kun je waarschijnlijk echt super snel gaan graven. Wat krijg ik? Het is een rode doos. Kom op. Wow! Ik heb common claws. Het zijn een soort regenboogclaws. Common. Ik heb echt hele slechte. Ik ga kijken of ik nu gewoon wat dieper kan graven. Dat zou ik wel leuk vinden. Wow! Jesse, ik ben echt mega snel aan het graven. Ik ga ook heel snel. Ik zit nu in een of andere groene dingen te graven of zo. Oh, groene dreddy en groene smurry. We zitten eigenlijk op hetzelfde punt. Zie je dat onderin? Onderin kan je zien hoe ver we zijn. Oh, we zijn precies even snel aan het graven. Jij bent ietsje sneller. Alleen dat gaat niet meer zo snel. Maar hoe komen we ooit bij China zo? Het gaat echt nooit lukken. Ik denk dat we nog meer van die kristalletjes moeten verzamelen. Maar ik weet niet wat die kristalletjes doen. Weet jij dat? Ja, de grond wordt hier wel echt steeds dikker. Ik ga weer naar boven. Met die kristalletjes, ik weet het ook niet wat we daarmee kunnen kopen. Maar ik heb er wel echt al bijna 1000. Ik heb er ook al bijna 1000. Maar ik weet echt niet wat je ermee kan. Misschien dat je dan nog sneller kan graven of zo? Oh, je kan hier ook een nieuwe pickaxe gaan krijgen uiteindelijk. Die zijn alleen maar echt heel veel diamanten. Dan gaan we nog een keer graven, dan lukt het. Want dan heb ik er in totaal hopelijk wel 1500. Wow, en dit is ook nog een ding. Procrates. Deze kosten nog meer diamantjes. Procrates. Hoeveel diamantjes kosten die? Wel echt superveel. Jessie? Ja? Als we helemaal beneden komen, dan kunnen we naar Bouncy World. Het is een soort pretpark. Bouncy World? Ik wil naar Bouncy World. Daar wil ik ook heen! Oké, we moeten sneller graven, Alex. Nog sneller. Oké, wat ga ik kopen? Ik ga denk ik helemaal niks meer kopen. Ik zou echt niet weten wat ik verder zou moeten kunnen kopen hier zo. Ik ga gewoon heel snel graven. Ik ga niks kopen. Wow. Ik wil een crate kopen. Alleen dan moet ik eerst nog een beetje sparen. Daar heb ik echt veel meer diamantjes voor nodig. Ik ben letterlijk zo snel aan het graven. Hoeveel diamantjes heb jij nu in totaal dan? Ik ben bizar snel. Ik heb er nu 1200, 1300, 1400 bijna. Ik heb er nu ook 1400 en ik hoef nog maar één keer te graven en dan heb ik er 1500. Dit is bizar. Ik heb er al 1700. 1700? Hoe dan? Ja, ik heb er bijna 2000. Je moet eens op autodik klikken. Dan gaat het echt supersnel. Autodik? Oh, dan gaat het echt heel snel, ja. Dan kun je automatisch gaan graven. Dit is geweldig. Je kan ook een gift openen, zie ik hier. Ik word wel een beetje misselijk van al dat graven. Want het ziet er Jesse, je kan een cadeautje openen, waardoor je voor 5 minuten lang meer diamanten krijgt dan normaal. Een cadeautje openen? Oh. Ja. Oh, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem ook. Ik heb nu al bijna 3000. Ik heb al meer dan 3000. Alex, ik ga een pickaxe kopen, want ik wil nog sneller kunnen graven. Hé, maar hoe ver is China dan eigenlijk wel niet als ik nu nog steeds aan het graven ben? We willen niet meer naar China. We willen naar Bouncyland. Niet meer naar China. Ja, oké. Dat is inderdaad wel een stuk cooler dan naar China gaan. Naar Bouncyland. Wie wil er nou niet naar Bouncyland? Bouncyland is veel
veel leuker. Okay, ik ben zo benieuwd hoe het daar gaat zijn. Zal het niet vol gaan staan met allemaal McDonald's, Burger Kings, mega Skittles, veel snoepjes, suikerspinnen? Alex, ik heb je ingehaald met graven. Ik ben echt veel verder dan dat jij bent, doordat ik een pickaxe heb. Wow, dat kan niet. Je gaat de hele tijd opnieuw namelijk. Ja, maar ik kom wel verder dan dat jij bent, doordat ik een pickaxe heb gekocht. Je hebt een pickaxe gekocht? Ho, eens even, maar ik heb nu bijna 5000 gems, hè? Oh nee, dan kan jij een veel betere tool kopen. Yep. Oh. Ik kan nu namelijk hier naar boven gaan en dan kan ik naar de Pro Crates gaan. Hier kan ik namelijk een soort sikkel kopen, heet dat volgens mij. Kom op, wees een goeie, wees een goeie, wees een goeie. Ik wil ook een Pro Crate. Wat heb Dit is de beste crate die je kan krijgen. Ik heb een uncommon. Oké, het is wel echt de slechtste die je kan krijgen die ik heb gekregen. Ik ga sparen en dan ga ik die ook kopen. Dat is echt heel slim. Oké, ga jij maar lekker sparen. Ah, dan zit ik hier weer met mijn slechte item die ik heb gekregen. Oh, maar door dit item krijg ik wel echt superveel meer diamantjes erbij. Ik krijg er soms gewoon 330 in één keer. 420? Ik krijg hem 180 in één keer. Oké, ik moet sparen, want ik moet er ook 5000 hebben om zo'n crate te openen. Ik ben al zoveel sneller, maar het gaat zoveel langzamer met te dik graven. Ik zit in een soort paarse grond. Wow, ik ga snel. Een paarse grond met allemaal blauwe dingetjes erbij? Bedoel ik zit in een blauwe grond, nu in een oranje grond, nu in een groene grond. Ik ga alle kleuren van de regenboog. Ik wil naar Bouncy Land. Oh, ik moet nog heel veel van die diamantjes. Ik moet er nog 1000. Dit is blijkbaar echt een heel nieuw level waar ik in ben beland. Zover ben ik echt nog nooit geweest. Ik wil ook in een nieuwe level komen. Ik ben echt keihard het graven. Echt veel harder dan in Minecraft. Met alle diamantjes verzamelen hier zo. Wanneer ben ik in Bouncy Land? Ik heb er 5000. Ik ga nu ook die crate kopen. Wat kan je krijgen? Maar Jesse, je kan dus blijkbaar wel zien dat er meerdere hoogtes zijn. Er zijn namelijk 3 verschillende lijnen. En jij zit al in de tweede lijn. Oh, ik heb een comment gekregen. Ja, en jij zit op lijn 1 en ik zit op lijn 2. Alex, lijn 2 is een beetje moeilijker om te hakken soms. Ja, en ik zit nu ook in lijn 2, denk ik. Althans, dat gaat me lukken. Ik zit ook in lijn 2. Je zit inderdaad in lijn 2, en maar je haalt me nog niet. Oh, je komt wel heel erg in de buurt. Hoezo ben jij zo snel hier zo? Ik ben sneller, omdat ik natuurlijk ook een pickaxe heb. Ik heb een sikkel en een pickaxe. Jij hebt alleen een sikkel. Ik was helemaal buiten adem van het graven. Ja, oké, dat is waar ook inderdaad. Jij hebt dubbel de goede items. En nu heb ik er gewoon weer bijna 5000 van die diamantjes. Ik wil eigenlijk sparen tot 15.000. Dan kunnen we nog een betere crate openen. Met 15.000 kan je wel echt een heel goed item gaan kopen. Die wil ik hebben. Oh, maar dat duurt zo lang om te sparen. Maar ik krijg het telkens 500 per keer erbij. Ja, ik krijg er nu ook echt superveel bij. Ik zit alweer op 6.000, maar jij hebt 7.000. Ik zit al bijna weer op 8.000. En dan komt het Oké, we kunnen er dus voor 15.000 gaan en dan echt super snel gaan in één keer. Zullen we dat doen? Misschien komen we dan wel bij Bouncy Land als we 15.000 van die diamantjes hebben. Nou ja, we moeten echt op de derde lijn gekomen zijn, denk ik. Oh, ik raak wel een beetje duizelig hoor, voor al die kleurtjes in mijn gezicht. Ja, ik ook. En ik word wat langzamer met graven af en toe. Oh, ik ben een beetje misselijk aan het worden door al die kleurtjes. Soms word je gewoon een beetje buiten adem van al dat graven. Het is zoveel graafwerk. Maar ik ben er bijna. Ik zit bijna op 15.000 diamantjes. Oh, en ik heb nog een nieuwe gift geclaimd, waardoor ik nu, als het goed is, 2 keer zoveel diamanten ook kan krijgen. Dat wil ik ook. Nee, 2,5 keer de diamanten krijg je nu. Ja, klopt, maar die 1,5 keer staat nog steeds aan. bij mij staat die ook nog steeds aan. Dat is niet zo handig. En dan wil je mij uitlachen. Ga ik nu sparen voor de 25.000 of meteen de 15.000? Jesse, jij hebt nu al 15.000? Ja, omdat ik gewoon echt een hele goede pickaxe heb. Ik zei toch dat je die moest kopen? Hoe gaat dat zo snel bij jou? Omdat ik de beste graver ben van heel Roblox. Dat is waar ook. Ik zie het inderdaad. Je haalt me nu namelijk weer in op het lijntje hier beneden. En ik ga voor 25.000. Oh, ik zit nu in een of andere groene slijmsteen te hakken. Alleen dit gaat wel echt heel erg sloom. Ja, als je daar beneden aankomt, dan wordt het wel echt lastig met hakken soms. Dan kan je beter opnieuw beginnen, want dan krijg je echt veel meer punten erbij. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben misschien echt wel betere pickaxes nodig om nog dieper te komen. Ja, maar dat is zo duur. Ik heb het bijna. Ik heb bijna 25.000 van die gems. Ik kan hier ook gewoon kijken in jouw gat, wat jij aan het doen bent. Ah, ik val naar beneden. Oké, dat ging iets sneller dan verwacht. Oepsie. Ben je bij mij naar beneden aan het springen? Nee, ik ben volgens mij in mijn eigen gat gevallen. Ik ga jou weer inhalen. Ik ben echt Dit zou echt, sneller. Als dit in Minecraft zou zijn, echt zwaar illegaal zijn. Dit is echt regel 1 van Minecraft die je nooit mag verbreken. Nooit recht naar beneden. Nee, dat is echt heel dom als je dat doet, want dan kan je in de lava vallen. Maar in Roblox kan het als het goed is niet. Het enige waar je kan belanden is Bouncy Land. Alex, ik ga bij jou erin. Ik kan niet in jouw gat springen. Dat is echt niet leuk. Jesse, hoezo heb jij al 25.000? Ik zei het al, ik heb een pickaxe gekocht. Die had je ook moeten kopen. Die is echt super goed. Hoezo ga jij zoveel
sneller dan dat ik ga. Ik zit nu te twijfelen. Ik kan die van 25.000 kopen op die van 15.000. Maar ik vind het een beetje zielig voor jou. Dus ik denk dat ik even wat van die kristalletjes ga verzamelen. Zielig voor mij, zielig voor mij. Weet je, ik heb er nu ook 15.000. Ik ga sowieso die van 15.000 openen. En jij kan doen wat je wil. Die van 15.000 is letterlijk een drillboor, 25.000. En wat is die andere? Een vlammenwerper? Wat heb je nou een vlammenwerper? Oké, ik ga gewoon alvast die van 15.000 openen. Ja, kom op. Is alsjeblieft wat goeds waarmee ik Jesse kan inhalen. Ik ben wat crystals aan het verzamelen, want dan kan ik nog sneller hakken. Ik heb echt het aller slechtste item gekregen alweer. Heb je de allerslechtste? Jij hebt echt zoveel pech. Ik heb echt heel erg veel pech. Dit is het allerslechtste item wat ik kon krijgen. Namelijk de uncommon. Oftewel, hij is niet eens een klein beetje zeldzaam. Hij is uncommon. Ik ben benieuwd wat ik ga krijgen. Ik heb nu die van 25.000. Geef me alsjeblieft een goeie. Ik krijg... uncommon drill. Dat is echt... Waarom krijgen we zulke slechte dingen de hele tijd? Alex, we hebben echt heel veel pech. Ik snap het nou ja, niet. Ik moet zeggen, met deze drillmachine gaat het soms nu wel echt super snel. Ik heb nu alweer 7000 muntjes namelijk. 7000, nu alweer? Oh, dan heb ik echt heel dat snel gaat wel 25.000. Echt super snel. Ik heb er nu alweer 10.000. Ga jij nou sneller dan dat ik ga of niet? Oh, ik zit ja, in we zijn bij het derde level aangekomen, Jesse. Derde level. Ik zit echt in een hele rare grond met allemaal blauwe en rode dingen. Dat ziet er heel raar uit. Dit is geweldig. Ik ben zoveel geld aan het maken. Oh, ik had zometeen ook die boor van 25.000 kunnen kopen. Oh nee, maar als jij dan een betere krijgt dan ik, dan kan je mij weer inhalen. Dat wil Welke ik niet. Welke heb jij gekregen net? Ik heb een uncommon gekregen, de allerslechtste. Oh, we kunnen weer een gift krijgen, Alex. Oh, inderdaad. Oh, 5 minuten extra geluk. Oh, en een rare spoon heb ik gekregen. Maar volgens heb mij jij, heb jij een rare spoon gekregen? Jij krijgt dus hele andere dingen dan dat ik krijg. Ik krijg de hele tijd alleen maar van die stomme goudklompjes. Ja, maar die rare spoon is helemaal niet goed. Want die geeft je maar een boost van 163. Terwijl de drillboor 66.000 geeft. Wow, oké, dat is wel een heel erg groot verschil inderdaad. Wow, Alex, het leek alsof ik bijna door de map vloog. Ik heb al een score van 33.000. Alex, kom, we kunnen weer een crate openen. Oké, maar ga jij weer zeker een betere openen? Nee. Oké, we openen allebei die voor 25.000. Dan gaan we kijken wie de beste krijgt. Wie krijgt de beste drill? Oké, ik kom er nu aan. Die van 25.000 heb ik namelijk echt nog nooit geopend. Oké, ben je er klaar voor? Ik krijg... Het duurt een beetje lang. Ik krijg... Oh, een common. Hij ziet er wel heel cool uit, maar hij is ik heb ook een common. Een blauwe. Ook, ja, ik heb ook een blauwe. Oké, gaan we eens kijken wie nu het beste kan graven. Jesse, kijk dan. Het lijkt net alsof we een mega-ijsje achter ons aan hebben zitten. Het is een drill, Alex. Hé, jij begint al eerder met graven. Dat is oneerlijk. Ik ben niet normaal snel. Holy moly. Is niet normaal. Kijk, je zit nu echt heel makkelijk in de derde level. En wat gebeurt er dan? Ik ben denk ik bijna in Bouncyland. Oh nee. We zijn zo snel en we gaan sowieso naar Bouncyland en we alle items strakjes. Ja, maar dat lukt me nog niet. Ik heb wel nu de laatste crate openen, want ik heb echt heel snel 50.000 van die diamantjes. Ja, ik heb nu ook alweer 30.000, 35.000. Dus ik kan hem ook bijna upgraden als je heel even wacht op mij. Ik heb het al gedaan. Sorry, ik kon niet wachten. Nu al? Ik heb een uncommon vlammenwerper. Die is echt heel erg slecht. Oftewel de witte. Oké, dat is wel echt de slechtste van de slechtste die je kan krijgen. Wacht je wel even op mij? Ik kan er ook bijna eentje openen. Ik hoop niet dat jij beter krijgt. Ik wil eerder in Bouncyland zijn. Maar het is toch de bedoeling dat wij uiteindelijk samen in Bouncyland komen, oké? Dat is waar. Er is letterlijk een 1% kans dat je deze legendarische kan krijgen. Ik hoop dat ik hem krijg. Kom, geef me iets goeds. Ik heb de hele tijd slechte dingen gekregen. Wat heb je? Ik heb een common flamethrower. Of vooral een blauwe. Een blauwe. Dan heb je een betere dan ik. Oké, gaan we kijken of we nu in ik wou zeggen Plopsaland, maar het is Bouncyland. Plopsaland? Ik wil naar Plopsaland. Wow. Jesse, oké, we gaan echt heel snel nu. We gaan heel snel. Het gaat me lukken. Is bizar snel. Het gaat me lukken. Oh, het gaat nu wel een beetje slow. Ik zit in allemaal groene slijm te hakken. Ja, inderdaad. Dat groene maakt het een beetje lastig eigenlijk. Oh, we hebben het echt bijna. We hebben het echt bijna, Alex. Ik denk dat we, ik denk dat we er misschien wel kunnen komen. Zijn er meer betere items die we kunnen kopen, denk je, met al dat geld? Of hebben we nu echt alles gekregen wat we kunnen krijgen? We kunnen nog een vlammenwerper kopen, denk ik. Ik denk dat we dat Ik heb sowieso doen. Ook een nieuwe spoon gekregen. Niet dat ik weet wat ik daar echt mee kan. Je hebt helemaal niks aan die lepels. Die lepels zijn slecht. Die moet vlammenwerpers hebben. En ik ga een nieuwe kopen. Zit jij alweer op 50.000? Yep. Ik zit er bijna op. Ik zit op 50.000. Wie gaat de beste krijgen? Ik ga de deur heen openen. Geef me alsjeblieft niet weer zo'n witte. En ik krijg... Oh, ik krijg een blauwe. Hé, maar het lijkt wel alsof je minder kans hebt om de witte te krijgen dan de blauwe. We hebben vandaag echt heel veel pech.
Oh ja. Ik hoop dat ik een Legendary of een Epic krijg en een Uncommon Flamethrower. Ik heb weer een hele slechte. Maar ik denk wel dat er nu een Bouncy Land kunnen komen, aangezien we twee Drills hebben en twee Vlammenwerpers. Ja, oké. We hebben nu inderdaad wel echt hele goede items om naar Bouncy Land te gaan. Nu moeten we 100% helemaal beneden zien te komen. Ik weet het zeker. Ik ga Autodick uitzetten en dan ga ik gewoon blijven graven totdat ik helemaal beneden ben. Ik kom met je mee! Oh, wow. Dit lukt heel makkelijk, of niet? Oh nee, nu hij gaat er best wel snel naartoe. Ik zie dat jij al heel erg ver bent. Je bent helemaal in het rode. Het lijkt wel alsof ik in de ruimte zit. Ik ben door allemaal blauwe dingen aan het graven. Wow, ik ben ook alleen aan het zakken. Jesse, ik ben nu op jouw niveau bijna. Bijna, ja, maar het gaat me niet lukken om helemaal beneden te komen. Dus ik ga nog één keer, dan moet ik denk ik is helemaal blauw hier. We moeten nog een vlammenwerper kopen, Alex. Ik denk dat dat de manier is om helemaal beneden te komen. Een nieuwe vlammenwerper. Ik heb helemaal nog niet genoeg geld voor een nieuwe vlammenwerper. Laat me heel eventjes één keertje nog een gat graven. Dan kan ik een nieuwe vlammenwerper kopen. Alex, schiet nou op. Sorry hoor dat ik niet zoveel geld verdien als dat jij verdient. Oké, je hebt ook genoeg geld. Ik ga er vast één openen. En hopelijk krijg ik nu een Legendary. We hebben zoveel pech de hele tijd. Terwijl we extra geluk hebben. We moeten naar Bouncy World gaan. Ik krijg weer een witte. Ik heb zoveel pech de hele tijd. Kom op, wees wat goeds. Jij krijgt denk ik... Ik heb een rare flamethrower. Hij is groen. Dat is tenminste iets. Groen is wel beter dan dat ik heb. Ik heb twee witte en ik heb een of andere paarse groene. Die vind ik echt heel lelijk. Ja, oké, dat is wel echt heel erg slecht wat jij krijgt dan. Let's go, we gaan weer graven. Ik kom met je meegraven. Wow, ik ben nu nog sneller dan dat ik ooit was. Alex, het gaat lukken. Het gaat lukken. Ik ben bijna... Ik denk ook dat het gaat lukken. Jij bent echt heel dicht bij Bouncy Land nu. Oh, maar nu gaat het wel heel moeilijk. Op het einde zijn de stenen zo keihard. Oh nee, je houdt me in. Wacht even. Ik ben sneller dan dat jij bent, maar we komen er samen, Jesse. Nee, het duurt te lang. Het lukt niet. Nee, als we nu gaan doorgraven... Oké, het wordt wel echt heel erg stroef, deze grond hier zo. Het lukt niet. Ik denk dat we nog één keer iets moeten openen, of niet? Nou ja, je kan ook doorgaan met graven voor 19 Robux. Ik heb dat niet gedaan. Ik vind dat zonde van mijn Robux. Ik heb nieuwe kracht gekocht. Heb je nieuwe kracht gekocht? Ja, ik heb... Ja! Alex, ik ben er nog helemaal niet. Ik heb het gehaald, Jesse! Ik kom eraan. Alex, ik heb ook genoeg. Kom. Oeh, ik ben zo benieuwd naar Bouncy Land! Let's go! Is dit Bouncy Land? Ik had Bouncy Land wel een stukje leuker verwacht. Ik zie helemaal geen Skittles. Of suikerspinnen. Waren we maar naar Plopsaland gegaan?